Hallo allemaal en welkom op deze fraaie, heldere avond hier in dit altijd knusse stadion. Het is nog heel even wachten tot hier wordt afgetrapt. En dan begint het voetbalfestijn. Het commentaar bij deze wedstrijd komt, zoals gewoonlijk, van Sjoerd de Vos, dat ben ik, en Jeroen Guter. Hoge spannen verwachtingen voor dit duel. Kortom, genoeg moois te zien lijkt me. Sjoerd, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. Dit is de opstelling die de coach voor dit duel heeft samengesteld. Laten we eens naar hun formatie kijken. Alles klinkt anders in het concertgebouw. Dat ziet er vrij klassiek uit. Vier verdedigers, vier middenvelders en twee aanvallers. Ja, het is misschien wel de bekendste formatie in het voetbal. Niet bijzonder spectaculair. Wel heel degelijk. Opstelling van de tegenstander. Nou, ik zie hier vier verdedigers, vier middenvelders, twee aanvallers, maar geen vooruitgeschoven middenvelder, geen diepe spits. Is dit een ordinaire, ouderwetse 4-4-2 dus? Ja, dit is de klassieke variant, zeg maar. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Met de bal naar binnen. De verdediger houdt die bal tegen. Wat een plek om de bal te veroveren. Schot! Schot op de paal en achter. Ze werken nu naar de opbouw. Fletcher. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Met de ruimte op de voet. Nou, en de aanval onschadelijk gemaakt. Zet verder door. Er wordt goed overgespeeld. De bal gaat makkelijk rond, zeg. Doelman kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. Soms was het een heel aardige kans, maar hij maakte hem niet. Ja, de doelman kon hem uiteindelijk makkelijk pakken. En dan nog wel van heel dichtbij. Deze paas wordt onderschept. Dat is een indrukwekkende loopactie met de bal. Dat schot moet erin. Oeh, zonde van die kans. Zou er kunnen voorkomen hier. Nou, dit soort kansen die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Geen balbezit meer.
goed gezien, die bal. Je moet er wel binnen de palen mikken. Nou, dat zal hij ook geprobeerd hebben, maar hij gaat hier wel ver naast. Doelman, jongen, jongen, doe je nou? Het is zeker laat geworden gisteren. Hij schiet hem net over. Blijft aan de bal. Zo raak. Nee, dat schot gaat er net niet in. En dus blijft het gelijk. Hoe is het mogelijk? En we zien nogmaals de beelden van hoe die bal er bijna in ging. Dit moet het doelpunt worden. Hij miste. Ben ik nou gek, Jeroen? Die had er toch in gemoeten? Nee, zie het, je hebt helemaal gelijk. Je hoeft trouwens ook niet aan jezelf te twijfelen. Dit was gewoon een uitgelezen kans. Maar ja, hij mist in deze 1-tegen-1 situatie. Een teamgenoot biedt ondersteuning. De toeschouwers vragen om een schot. Het scheelt een stuk. Heel wat, dit schot ruim naast. Laat zien hoe het een mooie dribbel. Hij zet een voet terug. Fletcher. Hij neemt de bal op de schoen. De keeper pakt hem met alle gemak. Zoals deze statistiek al aantonen, creëren ze gewoon niet genoeg, zie het. Je merkt het ook aan de frustratie onder hun supporters. Het tempo moet omhoog en ze moeten gewoon beter gebruik maken van de ruimte op de vleugels. Het zit echt niet lekker met het balbezit. Niet goed gepaast. En dus balverlies. 1 minuut extra speeltijd. Het signaal klinkt. We gaan pauzeren. Kick-off, tweede helft. We gaan de wedstrijd vervolgen bij een gelijke stand. Geen idee welke kant het kwartje op zal vallen. Ja, kwartje, dat was in de tijd van de houten gulden. Geen idee welke kant het op gaat. Knap hoe die bal verovert. Die steekbal is gevaarlijk. Zijn tegenstander stof happen. Doelkans om voor te komen. Prima redding.
Die bal had gewoon ingemoeten, Siert. Het is echt de verdienste van de doelman dat het nog altijd gelijk staat. Een succesvolle tackle op eigen helft. En dit is oppassen geblazen. Een medespeler helpt hem. Dat moet de voorsprong worden. En zo'n kans moet er gewoon in. Zeker. Heel met Jens. Van zo dichtbij moet het eigenlijk een uitgemaakte zaak zijn. Deze doelman die staat er niet voor niets. Die kan wel wat. Hij neemt hem kort. Oh, wat een kans voor Calvin Stengs. Paal en weer in het veld. Hij pakt zich goed. Ja, deze bal was er bijna in gegaan. Als ze meer van dit soort kansen krijgen, dan komt de voorsprong er echt wel. De volgende is raar. Hij beschept die paas. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Maar er komt hulp aan. Ja, een schot. Hij keert dat schot. De coach gaat wisselen. De bal wordt voor het doel gebracht. U zult het met mij eens zijn. Dit is geen nummer 10. Een geweldige kopbal. Dichter bij het doel van de tegenstander. Deze om voor te komen. En we hebben het doelpunt. De eerste van de wedstrijd. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver. Maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen, hoor. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij pakt de bal af met een sterke sliding. Hij gaat verder. Calvin Stengs. Midden voor het doel gegeven. En dan ruimte voor een schot. Tja, zo moet je natuurlijk niet met je kans omgaan. Veel te ongecontroleerd allemaal. Coach wil een andere speler gebruiken. Calvin Stengs. Bij de tegenstander beland. En die moet die bal wegwerken. Hij neemt de bal op de schoen. Prima gekeerd. Die poging op doel.
komt de hoekschop in het midden. Boer, die gaat er bijna in. Lekker geraakt met het hoofd. Ja, maar laten we ons even focussen op de redding. Die mag er ook zijn, hoor. Steeds op weg naar het doel. Kan een doelpunt worden. Oh, jongen. Toch, deze had er natuurlijk in gemoeten. En dan was de voorsprong nog groter geworden. Ja, deze moet te maken, inderdaad, zie je het. Op zoek naar een kans, een opening. Oh, hij gaat er langs. De keeper houdt hem tegen. Misschien familie van Ter Stegen. En dan hebben ze nog een plek. Nou, als die bal erin gaat, dan was het bekend. Absoluut. We gaan wisselen. Corner voor het doel gebracht. Nee, dat is stom gedaan. De 16 de bal erover. Hoort dat ze een schot willen zien op de tribunes. Deze om de wedstrijd te beslissen. Dit was dé kans om de wedstrijd op slot te doen. En nu, ja, nu moeten we nog even. Ja, met als voordeel dat het spannend blijft. Over 4 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Dat doet hij goed. Het zou de laatste kans wel eens kunnen zijn om gelijk te maken. Ja, een schot. Doelman wordt tot een duik gedwongen. Een hoekschop die de laatste mogelijkheid kan zijn om gelijk te maken. Hoekschop wordt voorgegeven. Daar komt de tegenstander tussen. Hij kan nu gelijk maken. Ja, hij pakt hem. Daarmee komt een eind aan deze wedstrijd. En ja, we horen het bestaan. Moet je eerlijk zijn. Het is een dag van de bezoekers. Ja, zoveel krachtsverschil was er niet. Hè? Het scheelde heus niet zoveel. En dat maakt het misschien wel extra zuur om te verliezen. Deze speler vandaag goed zien spelen. Vandaag is het bewijs nog maar weer eens geleverd dat je deze speler geen centimeter ruimte moet geven. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij de winnende goal maakt.